Helemaal. Een poosje geleden had ik een video gemaakt over de heat transfer folie van de Action. En ik was daarmee bezig geweest met lijm. En lijm en lijmpennen, zeg maar. En ik was niet helemaal tevreden over hoe het eruit kwam en dergelijke. En toen ben ik een beetje gaan googlen online van nou, wat doe ik nou verkeerd en hoe kan ik het beter doen? En vervolgens kwam ik erachter dat als jij, net als mij, een laserprinter hebt. Ik heb hier een Samsung laserprintertje. Dat is 30 euro, kost die maar. Kun je echt heel veel mee printen. En jij print dingen op jouw laserprinter. Dat je dit spul met warmte ook kunt versieren. En daarvoor heb je een lamineerapparaat nodig. En die heb ik toevallig. Dus ik had dat geprobeerd. En ik moet zeggen, ik was super versteld van het resultaat. Ik zal eventjes het stukje opzoeken wat ik heb gemaakt. Of ik het zo kan vinden. Dat was niet deze, maar. Ik had in ieder geval een stukje tekst gepakt. Ik had het folie op mijn lamineer op papier gelegd. Door de lamineerapparaat gehaald en ik had echt super mooi strak design. Het is echt minuscuul, zeg maar. En het was echt in één keer perfect. Ik dacht, hoera, ik heb gevonden hoe ik dit perfect kan gebruiken, die folie. Totdat ik het nog een keer ging doen. En met de keren dat ik het heb gedaan, werd het resultaat steeds slechter. Ik weet niet of je het goed kan zien wat er gebeurd is, maar. Hij heeft de lijnen dubbel gedrukt. Hij heeft gewoon de lijn waar de tekst geplaatst werd. En er zit ook heel veel rotzooi omheen, zeg maar. En dat gebeurde me niet één keer, nee, dat gebeurde me steeds meer. En ik had ontdekt van, hé, ik denk dat ik weet wat er misgaat. Kijk, hier zie je het heel erg op dat hij en de lijn heeft gedaan, maar ook eromheen, zeg maar. Dus ik ben een beetje gaan zoeken en uitproberen en dergelijke. En wat blijkt is, mijn lamineerapparaat wordt te heet. Vooral als ik hem heel lang aan laat staan, en daar had ik bij deze echt, ik had hem een paar uur aan laten staan op een gegeven moment, omdat ik met van alles en nog wat bezig was. Hoe langer ik hem aan heb staan, hoe slechter het resultaat werd. Dus ik denk, dan moet ik hem elke keer maar uitzetten, opwarmen, uitzetten, opwarmen, uitzetten. Nou, mijn lamineerapparaat deed er echt eeuwig over om goed warm te worden. En vandaag was ik toevallig aan het persen. En ik denk, verrek, deze pers die ik hier heb, dat is een A4-pers. Het is natuurlijk wel een stuk duurder als een lamineerapparaat, maar ik kan hem hier precies instellen hoe warm en hoe lang ik hem wil gebruiken. Plus, ik kan er druk op uitoefenen. Dus toen ben ik gaan denken van ja, wat nou als ik deze gebruik? En dat heb ik gedaan. Ik heb hier stickervellen, want ook stickervellen die je door je laserprinter kan halen, kun je gebruiken om dingen mee te maken. En je ziet hier, de Christmas heb ik dus met de pers gedaan en ik pers hem nu elke keer op 100 graden, op 15. En dit is de perfecte stand voor mij in ieder geval. Hij is nog steeds wel een beetje te veel, zeg maar het is echt wat dat betreft redelijk strak gelukt. Dus het was dus net als deze, gewoon in het grijs. En dit krijg je als je de folie eroverheen doet. Dus ik ga het samen doen. Zoals je ziet heb ik een hele bak met geprinte onderdelen, let op, het moet dus via een laserprinter worden gedaan. Het werkt dus niet met een inktprinter. We gaan bijvoorbeeld samen even de Let It Snow doen. En ik wil die in deze, dit kleurtje doen, zeg maar. Deze zat trouwens bij deze zat hij erbij in. Bij de bronskleurige. Het is een soort rosé-kleurig is dat kleurtje, noemen ze dat volgens mij. Maar wat ik doe is in ieder geval, ik knip. Ik zal het even binnen de camera doen. Ik zal de camera even draaien. Ik knip een stukje uit wat even groot is als de ding wat ik wil gaan bedekken met folie. En ik knip er een stuk gewoon vanaf. Het komt niet heel nauw, maar nou ja, als je een stukje overhoudt, kun je dat weer ergens anders voor gebruiken. Dus ik heb hier dit stukje. Nou, dit stukje is een beetje veel te lang. Dus ik knip ook nog een stukje aan de achterkant af. Dat kunnen we van een klein stukje gebruiken, eventueel.
Zo. Dus dat is, zo is die goed, zeg maar. Ik bedek de hele tekst. Vervolgens leg ik hem op mijn pers neer. En ik kan het transferfoil of de teflon sheet tussen doen ter bescherming van mijn pers. Hoeft niet, mag wel. Ik heb het net zonder gedaan, dat ging prima. En ik druk er redelijk op. Ik geef wel redelijke druk, zeg maar, op de machine. En ik wacht 15 seconden. En tot nu toe, elke keer is hij perfect eruit gekomen. Dus je kan het met je lamineerapparaat doen en hem door je lamineerapparaat doen. Gebruik daarbij even een A4'tje om het tussen te persen, zeg maar. Maar dit werkt ook, want zoals ik het nu zie, heb ik me strak opzetten. En als ik dit er dan afhaal, die folie, wat echt super makkelijk gaat. Tadaa! Ik moet zeggen dat dit ook toch wel weer een beetje dat vlokkerige geeft. Niet zoveel als de lamineerapparaat. Je kan het er ook afpoetsen, zeg maar, als het te veel is. Maar wat ik kan doen, is ik gewoon ook in de mode kan ik hem ietsje minder heet zetten. Ik zet hem op 90. Dan koelt hij ondertussen even af en dan gaan we ondertussen nog eentje doen. Maar kijk dan hoe ontzettend mooi dat wordt. Ik ben echt versteld van, zeg maar, hoe dit eruit komt steeds. Je kan dit een beetje wegpoetsen, zeg maar. Maar je nagel kunt een beetje afkrabben waar te veel zit. Maar, wauw. We gaan nu ook een groene tekstje nemen. Ik heb hier nog dit over. En wat je kan doen is, als je een beetje te veel hebt gebruikt. Dus je kan dit nog een keer gebruiken. Maar het zal niet volledig het design bedekken. Wat je dan doet is een paar keer er opnieuw overheen. Dus wat ik doe is, ik leg het gewoon neer. Bedek de met de meest gedeelte, zeg maar, waar het meest nog op zit, bedek ik hem. Overlap hem dus niet helemaal, zoals je ziet. Vervolgens doe ik het ding dicht. Moet ik even mijn vinger terug hebben uit de van het spul. Doe hem gewoon dicht. Niet te druk. Ik druk dit keer niet helemaal. Hij staat nog steeds trouwens op 100 graden. Hij is nog niet echt heel erg afgekoeld. Maar dit keer druk ik niet. Kijk wat hij dan doet. Het is een beetje spelen met wat de juiste setting is. Maar volgens mij was 100 en dan niet te veel drukken was het beste. En dan zit hij aan mijn plaat vastgeplakt. En vervolgens halen we hem eraf. En dan zien we hier de tekst. Ik ben niet tevreden over hoe deze is geworden. Ik kan het wel weer afpoetsen, net als wat ik zei. Hè. Je kan de restanten wat te veel erop geplakt is, kun je het wel weer afpoetsen. Maar ik denk misschien ook dat het komt dat ik nu twee keer achter elkaar hetzelfde stukje heb geprobeerd. Die is natuurlijk nog heet. En dan komt het er te veel aan te zitten. Maar ik moet zeggen dat net wat poetswerk het er toch een heel stuk beter uitziet. Nou zie je ook dat bijvoorbeeld de tekst hier die L en die E niet helemaal goed heeft gepakt. Dus wat we gaan doen is, we leggen hem weer erop. En bedekken we hem nu met een stukje wat nog niet bedekt is. Zo. Vervolgens doen we hem weer dicht. Ik hoop dat mijn vingers er niet tussen komen. Terwijl AUB erop blijft liggen. Ja. Dat is een voordeel als je teflon velden tussen doet. Dan heb je wat meer ruimte om los te laten zonder dat vingers tussen komen. Zo. Ik druk niet. Hij staat nu op 95 graden. Laat hem gewoon aftellen tot 15 seconden. Het kan zijn dat 15 seconden misschien ook een beetje te lang is. Maar als ik dan vanuit ga hoe lang zoiets nodig heeft om door zo'n lamineerapparaat heen te komen. Denk ik, ja, dat valt ook dan wel weer mee. Je kunt de vocht weer eraf halen. En het mooie is, je ziet bijna geen overlapping, zeg maar. Dus als je stukjes hebt die je niet goed hebben gepakt, dan leg je hem gewoon weer opnieuw onder. Totdat hij helemaal mooi is zoals je hem zelf wil, zeg maar. Dus ik zie hier nog wat stukjes die niet goed hebben bedekt. En dan gaan we gewoon door totdat ik eigenlijk tevreden ben met hoe die eruit ziet. Ja.
Dus dan kun je van elk klein minuscuul stukje wat je nog hebt, zeg maar, kun je het beste iets maken. En zoals je ziet werkt het ook prima zonder teflon. Oké, zo. Nou is hij bijna helemaal bedekt. En kan je hem dus perfect gebruiken als wens. En dit is dus het verschil tussen mijn lamineerapparaat wat ik heb en mijn pers. Zie je hoeveel schoner die met de pers is dan met lamineerapparaat? Ik moet zeggen dat ik eerst de resultaten dus met lamineerapparaat precies hetzelfde was als dit. Wat ik dus heb gedaan is precies hetzelfde. Ik leg de folie eroverheen. Doe hem bij een lamineerapparaat even tussen een A4'tje. Dus ik vouw een A4'tje dubbel en leg hem ertussen. Zodat het niet aan de binnenkant van jouw lamineerapparaat blijft plakken. Maar ik moet zeggen dat met de pers dit wel heel goed werkt ook. We gaan er nog even een paar proberen. Ik heb hier nog een heel klein stukje. Even kijken of dat... Voor we dat goed kunnen gebruiken. Ik heb hier sterkte. Volgens mij past die er precies. Nee. Even kijken of ik een stukje tekst heb wat precies. Oh ja, de hoera past op. Kijk. Nou, hoera past precies op dat kleine stukje wat ik hier vanaf heb gehaald. Op een gegeven moment is het ook wel op. Ik bedoel, ik heb nu zoveel eroverheen geperst, zeg maar, dan... Ja, dan moet je hem gewoon weg gaan gooien. Hier heb ik de hoera. Plaats hem er overheen, zodat hij helemaal bedekt is. Doe ik hem dicht. Nu staat hij dus op 19 graden 15 seconden. Ik druk niet. Nu heb ik niet gedrukt. Wacht tot hij afgeteld is. Kijk wat hij doet als we hem niet drukken. Oh ja, deze was ook met het lamineerapparaat gedaan. Zie je dat? Rustig maar. Zie je hoe die gebrokkeld is? Het is helemaal niet zoals het moet, zeg maar. Nou, kijken hoe de hoera hier eruit komt. Tadaa. Nou, hij heeft hem niet heel mooi gepakt, zeg maar. Want ik denk dat het dan toch met de druk te maken heeft. Je moet wel iets aan druk erop doen. Verder is hij redelijk goed. Hij zit er echt redelijk tegenaan dat hij perfect is eigenlijk. Dus ik leg hem er weer erop. Mag ik hem even loslaten van mijn vinger? Ja. En ik druk hem dit keer aan. Ik druk met mijn hand gewoon normale druk. Niet hard, niet zacht, maar gewoon dat hij aan ligt. Wachten tot 15 seconden. Komt er maar. Dan halen we hem af. Ja, dat is beter. Oh, ik wil hem niet laten vallen. Hij is nog steeds niet helemaal perfect. Maar hij zit er wel goed tegenaan. Ik moet echt zeggen dat ik echt versteld sta over hoe mooi dit uitkomt. Het geeft echt een bijzonder effect, zeg maar, in het systeem. Het is echt... Wauw. En ik denk dat het ook uit nog maakt is wat voor papier je gebruikt. Ik heb nu hier best wel dik karton gebruikt. Is ook niet helemaal goed uitgeplopt nog. Er zitten nog stukjes in wat eigenlijk uitgehaald moet worden. Maar dikke karton, zeg maar, is wat moeilijker dan het papier. Dus ja, er zit wel verschil in, zeg maar. Nou, kunnen we ook nog een ander kleurtje gebruiken. Bijvoorbeeld hier de bronzen. Vind ik zelf persoonlijk ook heel mooi. Dus ik neem een wat dikkere lettertype. De hiep. En daar hoort de hiep, hiep. Er hoort nog een hiep bij. Die is los van elkaar gekomen met snijden. Maar hij hoort dus zo. Hiep, hiep, hoera. Dus die gaan we doen. Leggen we er allemaal neer zo. Een beetje zo dat het een beetje bij elkaar past. Pakken we een stukje van de... koperfolie. En we hebben het ook over iets van 50 cent. Hè? Ik bedoel, we hebben het over action spul. Ik zou ongetwijfeld zijn dat als je de duurdere folies pakt, zeg maar, van de winkels, dat die
nog betere kwaliteit geven, zeg maar, dan dit. We doen hem weer dicht. Duwen we redelijk aan nu. Meteen de eerste keer. Kijken hoe dit eruit komt. Dus ik denk dat er ook kwaliteitsverschil in zit hoor, absoluut. Oké, dus dan hebben we hem weer klaar. En we halen de folie er vanaf. Wauw, kijk dan. Kijk nou. Woho. Kijk hoe mooi. Dit is toch waar je blij van wordt. En dat voor 50 centen. Dus je hebt een laserprinter nodig. De transversefolies van de Action. 50 cent voor 20 vellen. Dus het is echt best veel ook. Vooral als je net als mij kleine stukjes ook een keer maar doet. En dan is dit je resultaat. Ik ben echt sprakeloos. Echt super blij met dit. Met de pennen, met stift en dergelijke ging het niet zo mooi als dat dit het kan doen. Dus als je een laserprinter hebt, adviseer ik je echt om dit met laserprinter te gaan doen. Dat is echt... werkt zo veel beter. En ik wil nog eentje doen. Eentje heel dun. Deze is heel erg iel, zeg maar. En die gaan we in het goud doen. Ik heb hier nog een stukje goud. Kijken hoe die eruit komt als we deze in het goud doen. Oh. Ik leg hem even op mijn matje net. Ik kan hem trouwens ook nog een keer uit koper doen. Want ik heb hier nog best wel veel over trouwens. Dus doe zo meteen nog een stukje met koper. Ik heb volgens mij nog wel een gefeliciteerd. Ik kan ook heel mooi condoleance kaarten met het spul maken, vind ik. Het is zo veelzijdig. Het is heel fragiel, het kan niks hebben. Je trekt het heel snel kapot en zo, maar... En ik kan niet knippen. En niet meten. Nou, gaan we het toch gewoon doen en dan doen we zo meteen nog het bovenste randje even nog een keertje. Zo, dan doen we hem dicht. Redelijke druk erop. Mocht je dus inderdaad geen pers hebben, het kan dus ook met heat transfer. Het kan ook met je strijkbout. Het is alleen even uitvinden wat de perfecte stand is voor jou. Dit is wel heel erg ernaast elkaar. Ja, maar nou niet uit. Kijk, let op. Ik heb nu voor de helft gedaan. Kijk dan hoe mooi. Maar de bovenste letters moeten dus ook nog. Dus leg hem gewoon nog een keer onder. En dan pakken we alleen de bovenste helft. Als hij wil blijven liggen. Ik hoop dat hij niet dubbel valt. Het kan dus ook met je strijkbout. Als je een goede strijkbout hebt... zet hem dan niet te heet. Begin koel en probeer het dan op te bouwen. En op een strijkbout moet dit perfect lukken. Het enige wat je echt nodig hebt is een laserprinter. Het heeft namelijk te maken met de toner van je laserprinter. Die, kijk, dat is beter. Tadaa. Kijk, wat hij dus nu heeft gedaan is hij heeft gewoon alleen het stukje gepakt. Waar nog geen zilver of goud zat in dit geval. Stel hem eens in op de dichtstbijzijnde. Ik heb wat op mijn vinger zitten. Charmant. En zo kun je doorgaan als je nog kleine stukjes hebt wat niet helemaal goed heeft gepakt. Leg je hem gewoon opnieuw er even onder. Zodat jij tevreden bent. Natuurlijk. En op een gegeven moment pakt het ook gewoon niet meer hoor. Ik bedoel, op een gegeven moment op is op. Hem wel eens zachtjes loslaten. Ja, op een gegeven moment pakt hij inderdaad niet meer goed, zie je dat? Dus één of twee keer kun je doen, maar daarna is het, pakt hij niet meer. Dan zul je gewoon een nieuw stukje folie moeten gaan knippen om hem goed te doen. Dan doen we gewoon een heel stuk nieuw folie knippen. Zo, doen we nog een keer helemaal bedekken. Kijk, dat ziet er beter uit. Rustig dicht doen, dat hij niet aan het schuif gaat. Drukken.
Nou, hopelijk was dit ook weer informatief en hebben jullie wat aan deze tips? Ik heb dus nu ontdekt dat mijn pers eigenlijk best wel goed hiermee werkt. Maar eigenlijk elk object wat heet wordt, kun je dus ervoor gebruiken. En kun je dus dit soort prachtige designs mee maken. Kijk dan. Nou, mochten jullie nog vragen hebben over dit en mocht je nog andere dingen willen uitproberen met het folie, geef dan even een geel. En hopelijk was dit een leuk informatief filmpje. Tot gauw weer. Doei doei.